In deze tweede aflevering krijgen Shane en Ryan verschillende vragen van fans. Er wordt letterlijk van alles aan ze gevraagd. Wanneer heb je je laatste panda gekregen? Ryan, ben je wel eens gepest? Soms heb ik echt geen zin om erin te gaan. Naast deze vragen doen ze ook een aantal mini-challenges en daarna gaan we in de engste attractie. Maar eerst vertellen zij een sprookje over zichzelf. Shane, je bent aan het dromen, maar dat is goed. Je mag dromen. Sterker nog, in het Sprookjesbos moet je dromen. Alles is mogelijk. Er is een boek speciaal voor jou. Die mag je inbeelden. Jij mag zeg maar gaan denken wat je allemaal gaat meemaken in je leven. Hier heb je de microfoon en vertel ons jouw sprookjesverhaal. Er was eens een jongen genaamd Shane, 11 jaar. Hij was doorgebroken bij Barça, speelde samen met Messi en Frenkie de Jong. Daarna was hij ook bij het Nederlands elftal doorgebroken. En dan had hij nog 7 Champions League gewonnen, ook nog 2 Ballon d'Ors. En hij leefde nog lang en gelukkig. Er was eens een jongen genaamd Ryan Bounida. Ryan Bounida was 11 jaar. Hij speelde bij Anderlecht. Ryan heeft in vele toernooien de beste speler gewonnen. Ryan wil later een hele grote topvoetballer zijn. Dat is zijn droom. Op een dag tekende Ryan voor de beste ploeg van Spanje, Real Madrid. Hij heeft de Champions League 2 keer gewonnen met Real Madrid en 1 gouden bal gewonnen. Nadien, toen Ryan 25 werd, tekende hij bij Barcelona, de vijand van Real Madrid. En daar won hij 3 Champions League meer en won ook 2 gouden ballen. Ryan speelde nog voetbal tot zijn 35ste. Toen werd Ryan coach van Marokko. Hij heeft 3 keer Afrika Cup gewonnen en nog eens 1 keer WK. En Ryan, zijn verhaal eindigt hier en hij leeft nog lang en gelukkig. Je bent populair, Zanne. Echt waar, Zanne, maat? Oh, echt waar, man. Er zijn heel veel vragen voor u gekomen. En, ja, dat is een Q&A, Zanne. Ik heb een vraag voor Ryan. Wanneer had je laatste panda gehad? Ja, eerlijk gezegd, ik en mijn broer spelen altijd zo goal, goal. Snap je? En daarin moet je trappen en daar zet ik hem vaak panna, maar hij mij ook. Maar zo panna niet de bal terugpakken, want je hebt maar 2 tijdjes. Mijn grote broer, Marwan. Hij heeft mij toevallig ook gegeven, je weet zelf. Hier. Ik heb hem gisteren ook gegeven. Shane, wat is het vieze eten wat je ooit hebt gegeten en wie heeft voor je gemaakt? Mac and cheese met heel veel kaas. Zo'n macaroni met heel veel kaas. Dat vind ik echt niet lekker. En mijn moeder had het 1 keer gemaakt voor me, maar dat vond ik echt niet lekker. Gelijk uitspugen, helaas. Ja. Mama maakt ook lekker eten, toch? Ja, soms, ja. Mijn vader is meer van het koken, dus. Wat zou je worden als je geen voetballer zou kunnen worden? Oh, dat is een goede vraag, ja. Nou, ik ga altijd mijn best doen om aan de top te geraken, om een voetballer te worden. Maar als het me niet lukt, ja, coach. Of ja, dat maakt niet uit. Zolang dat het maar iets met voetbal is. Wanneer heb jij je laatste panna gegeven? Nog eentje. Wanneer heb je je laatste panna gekregen? Ik had eentje, een sleep. Iemand stond hier en ik deed gewoon een sleep. Net als die ene in Amsterdam toen? In Amsterdam, ja. En nog een keertje. Sorry, Ishak, sorry. Ik kom hem Ishak elke keer tegen. Dat vindt hij stiekem wel leuk, maar ook weer niet. Ja? En gekregen, wanneer? Gekregen, Kijk, even goed nadenken. Je krijgt niet vaak panna's? Ik krijg niet heel vaak panna's, nee. Want ik let wel op, maar... ja, mijn vader. Hoe dan? Ja, heel vies. Gewoon tikken. Gewoon. Ja. Ik hou niet van die. Ik hou echt niet van die, nee. Wil je niet over hebben? Nee. Jullie zijn super goede voetballers. En daarom moet je ook super snel kunnen kijken. Jullie mogen allebei een stap vooruit doen. Naar achteren kijken, naar mij dus. Ik ga een foto laten zien en kijken wie als eerste de juiste speler raadt. Tak, tak. Ronaldo. Oeh, snel. 3, 2, 1. Tak, tak. Messi. Oeh, tegelijk. 3, 2, 1. Tak, tak. Mbappé. Ja? Maar ik zag jou naar mij kijken. Je moet naar het scherm kijken. Ja, maar je draait hem niet helemaal. Ik zie het bijna niet. Oké, nu even wisselen. Nu even wisselen van positie. 3, 2, 1, go! Neymar. Super snel! 3, 2, 1, tak! Oh. Wacht even! Je hebt al gezien? Nee, hola, nee, okay. Ik zag ze gewoon niet van Real Madrid. Ja, ja, klopt, ja, ik klopt. 3, 2, 1, pak, pak! Hé, Hazard! Ja! Ja, dat is Hazard, hè? Wie deze goed heeft,
heeft alles gewonnen. Dit zijn alle punten bij elkaar. Nee, ik ben daar niet meer. Kom. Luister, ik maak de regels. Jij wou nog verder. Ik maak de regels. 3, 2, 1, go. Hè? Wat dan? 3. Heb je niet goed gezien? Hè? Ze zagen niet. Hè? 3, 2, 1. Hoe is jouw voetbalkennis? Goed. En voor jou? Ik denk het ook goed. Oké, niet excellente, gewoon goed. Hij kan niet horen wat jij antwoordt, dat zou ook niet eerlijk zijn. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk voetballers te noemen die beginnen met de letter R. Mag voor- of achternaam zijn. 3, 2, 1, go. Ronaldinho, Robinho, Ronaldo, André Ronaldo, Ricardo, Ryan Bonida, Rivaldo. Zeven. Ja, ik kan mijn achtste doen. Roberto Carlos. Dat is acht, hè? Stop. Nee, die bestaat niet. Wat zeg je allemaal, hè? Oké, je hebt er acht. Acht. Oké. Ronaldo, Nazario, Cristiano Ronaldo, Romario, Ronaldinho. Ramirez. Rakitic. Remy. Nee. Het is er al zes, hè? Ja. Stop. Je mag je koptelefoon afdoen. Ik ben blij met mijn overwinning. Ja, dat is al. Mooie teksten. Jouw interviews zijn echt helemaal geweldig. Je krijgt 30 seconden de tijd. Noem zoveel mogelijk verschillende keepers. De tijd gaat nu in. Ah, Courtois, De Gea, Ter Stegen, Hart. Wat de? Ederson. Boeks van Anderlecht, ik zweer het. Boeks van Anderlecht. Areola, Buffon. Stop. Zeven? Ik ben al negen. Nee. Hoeveel was dat? Jij zit alleen maar met je vingers door te tellen. Ja, je hebt er zo. Bro, je hebt er zeven, man. Okay. 3, 2, 1, go. Buffon, De Gea, Alisson Becker, Ederson, Neuer, Ter Stegen, Kevin Trapp, Haan. Pepe Reina, Donnarumma, Olsen, Keel Scherpen, André Nana. 13. 13, kom op, je moet nog eentje, anders heb je hem niet. Nog eentje. Stop de tijd. Ah, hoeveel had ik? Je had er 13. Ja. Had er 13, was dat genoeg, Ryan Bonida? Hoeveel had ik? 13 had hij. Jij had er? 7. Dit betekent, we moeten nog even een finale voor de voetbalkennis. Yes, ben je ready? Geef even de koptelefoon als je... Maar nu eerst even wat mini-challenges. We gaan even beginnen met aanname testen. Hoe is je aanname? Heel goed. Ik neem aan van wel. Hoe is jouw aanname? Goed. Ik neem aan van wel. Oké. Ryan, jij mag als eerste. En wat moet ik doen? Ja, aannemen. Aannemen. We gaan hem smooth aannemen. Oh, je gaat nog hoog houden en zo? Je weet zelf. Oké. Kom maar. 3, 2, 1. Oké. Ik geef jullie allebei een voldoende. Is dat oké? Dat is goed. Jullie gaan naar elkaar overkoppen en ik ben de scheidsrechter. Als ik zie dat iemand een fout maakt door een verkeerde kopbal te geven, die krijgt van mij een bakka. Hoezo? Ja, gewoon. Oké. Goed gecorrigeerd. Oef. Kom maar. Oef. Bakka! 3, 2, 1? Ja. Oh. Yeah.
30 seconden de tijd. Als je per seconde iets noemt, dan heb je er 30 in totaal. Oh, ik kan goed rekenen. Oh la la. 30 seconden de tijd. Noem zoveel mogelijk verschillende voetbalclubs. 3, 2, 1, go. Real Madrid, Barcelona, Man City, United, 4, Chelsea, 5, Liverpool, 6, Real Sociedad, 7, Real Betis, Anderlecht, Standaard, Celtic, 11. Cercle Brugge, Club Brugge, 13, Ajax, Feyenoord, 14, 15, AZ Alkmaar, Fenerbahce, 17, Galatasaray, 18, top! Hoeveel? 18. Oké, okay, dat is genoeg. 3, 2, 1, go! Arsenal, Leicester City, Chelsea, Barça, Sevilla, Villarreal, Celta de Vigo, Espanyol, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Hannover, Dortmund, Hans, Heinz, hoe heet het? Nee! Ik kon veel meer. De eerste ronde werd gewonnen door Rayan Bonida en de tweede door Shane Kluivert. En de finale is geworden met 15 clubs voor Shane Kluivert en 18 clubs door Rayan Bonida. Ja! Is de winnaar onze Belgische Matro uit Vierbochten! Allee, allee, allee! Ja, ook moet ik niet vergeten. Ah, zeker jij dan. Het is tijd voor FC Gun Iets. Ja, 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 je kon het toezien aan die pak winnen. En de winnaar van de vorige aflevering komt nu in beeld. In beeld, in beeld. Yes. Wil je nou ook een Touzani pak winnen? Heel simpel, like deze video, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En laat in de comments weten, slijm vooral niet. Doe gewoon je best, wees origineel. Ai, 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 we gaan zo naar de engste attractie. Maar eerst nog wat vragen van de fans. Deze is voor Ryan Bonida, wat is jouw leukste vak op school? Hallo, hebben jullie dat ook? Gym. Omdat ik daar altijd goede punten op score. Maar anders als normale vak is dat Frans, ik ben daar goed in. Wiskunde, minder, Nederlands, ça va. Ja, ça va, hè. Heb je al een vriendin? Nee, ik heb nog geen vriendin, maar natuurlijk, de bal is altijd bij me. Goed zo, focus, hè? Ja, focus op school en voetbal. Ryan, wat is je mooiste goal ooit? Die hebben jullie op mijn Insta misschien gezien, zo met de U14 tegen Oachel. Zo krijg ik de bal zo gaan volley in de haak. In de haak? Met een jaar hoger, ja. De buiten? Maar erin. Shane, hoe ben je terechtgekomen in Barcelona? Oh. Oké, okay, dat is een leuke vraag. Ik speelde eerst bij SC Buitenveldert. Dat was heel leuk. Daarna mocht ik naar PSG gaan. Was ik daar één jaartje gebleven, bij Paris Saint-Germain. En daarna is Barça komen kijken op het toernooi. En toen wou Barça me hebben en toen gingen ze praten met mijn vader en moeder. En toen moest ik naar Barça komen en nu zit ik er al 2 jaar en dit wordt mijn derde jaar. Ryan, wat vind jij naast voetbal leuk om te doen? Gezellig met mijn familie zijn. Ik speel Fortnite, FIFA. Wil je ook op camera vertellen dat je hebt verloren met FIFA van mij? Emma, ik heb ook gewonnen, hè. Het is tegelijk, hè. Kom nog bij mij, ga zien, kan je afmaken. Wat vind jij na voetballen het leukste om te doen? Ik denk dat veel mensen deze vraag al weten. Koken. Ja, gewoon thuis voor mijn familie koken vind ik wel heel leuk. En ja, ze blij maken. Ryan, ben je wel eens gepest? Mensen durven mij niet te pesten. Nee, ik word nooit gepest. Ik ben altijd bevriend met iedereen. Maar weet je ook dat de mensen, hè, er zijn kinderen die gepest worden. Wat doe jij dan? Soms heb ik echt geen zin om om erin te gaan. Maar als ik echt zie dat echt op een hoger niveau gepest wordt, dan ga ik die persoon wel aanspreken. Een vraag voor jullie beiden, let op. Mijn vraag is, hoe voelden jullie bij je eerste goal? De eerste goal was mijn links, hè. Als je liegt, krijg je een lange neus, hè? Je gaat zien. Kijk. Mijn naam is niet Touzani, hè? Kun jij je eerste goal nog herinneren? Nee. Doe gewoon alsof je hem herinnert. Een van mijn eerste goals was bij FC Laren. Uit de vrije trap scoorde ik toen. Is het echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Is het gefilmd? Ja. Terwijl we kijken naar de goal van kleine Shane, wil ik laten weten dat er nog 2 afleveringen online komen. Eentje met de ziekste skills en in de laatste aflevering is de finale battle. Wie gaat er winnen? Wie gaat er een panna krijgen? Maar nu eerst de attractie die ik al die tijd heb gehyped. De Baron.